hangt nog altijd een beetje een soort van smetje, hè, rondom producten uit China. Oh, dus troep komt bij Ali vandaan. Of dat brommertje, zeker Chinees. Ja, dat is niet wat. Met auto's geldt dat ook nog steeds een beetje. Dat wordt anders, daar ben ik van overtuigd. Maar is het terecht? Ik zit vandaag in de CRS3. CRS3. CRS staat voor zijde. Jawel, Chinees dus. En toch is het niet helemaal Chinees. De oorsprong van dit merk is te vinden in Silicon Valley, in Californië. Daar waar het allemaal gebeurt, hè? Waar het gaat om technologie, IT, innovaties. Daar waren een paar mannen, overigens ook met Chinese achtergrond. En die bedachten twee auto's, de Series 5 en de Series 7. Dat zijn innovatieve auto's, die komen later op de markt, ook in Nederland. Met mooie technieken. Die auto's die krijgen een heel leuk systeem. Een Series 5 of een Series 7. Daarmee kun je een andere elektrische auto opladen. Dus jouw beste vriend staat langs de weg. Lege accu'tje, heel vervelend. Dan rij jij naar hem toe. Koppel je kabeltje ertussen. En dan help jij met stroom. Maar goed. Ze hebben daar dus in Californië die Series 5 en Series 7 ontwikkeld. Maar wat bleek, het ontwikkelen van een auto is kostbaar, is duur. En ze hadden eigenlijk, op een gegeven moment hadden ze hulp nodig. In de vorm van geld, maar ook engineeringscapaciteit en dergelijke. En toen is daar Dongfeng erbij gekomen. Dat is een hele grote Chinese club. En daarna volgde het idee, laten we nou iets eerder op de markt komen. Onder andere in Europa, met een elektrische auto. Maar goed, er was eigenlijk geen tijd om die te ontwikkelen. En dus is deze Series 3 eigenlijk uit de rekken van Dongfeng gehaald. Die wordt daar verkocht in China onder verschillende namen. Onder andere de Glory 5. Hey, Glory 5, goede naam, lekker gekozen ook. Die auto die heb je daar met een verbrandingsmotor met een elektrische aandrijflijn. Die is gerebadged. Badges eraf, Series achterop, nieuw logootje voorop. En nu heet die Series 3. Die is op de markt in Nederland en dat is een voorbode voor meer modellen van Series. Het ontwerp van de auto is dus al een paar jaar oud. Ik zou niet zeggen dat je het direct ziet aan het uiterlijk. Het is inwisselbaar. Het zou ook een Hyundai kunnen zijn of een Toyota. In elk geval is het heel erg herkenbaar als een Aziat. Beetje SUV-achtig, wat extra vormen in die zijkant aan de achterkant. Die hem dan visueel aantrekkelijk moeten maken. Mag je zelf weten of je dat vindt of niet. 4,39 meter lang. Ietsje hoger. Ja, het is gewoon meer dan voldoende ruimte. Eigenlijk gewoon het formaat gezinsauto. 4 man, prima. 5 man kan ook. Bagage natuurlijk. Omklabben, allemaal mogelijk. Heel eventjes terug naar het feit dat de auto al iets, ik zal niet zeggen op leeftijd is, maar in ieder geval niet helemaal kakeltje vers is. Het stuur, wiel, dat kun je verstellen, omhoog en omlaag. Dat is normaal. Dat hebben auto's, alle auto's 20 jaar geleden al. Maar ja, je kunt trekken wat je wil. Het axiale naar je toe trekken, dat hebben alle auto's, behalve een Series 3. Wat hij dan wel weer heeft, is echt een hele mooie bouwkwaliteit. Ik reed pas in de iWays U5, die had dat ook al. Hele mooie gevormde stoelen. Als je kijkt, de stiknaden, hoe de knopjes in het echte aluminium zitten. Dus het is niet een of andere lelijke streep plastic. Nee, hartstikke goed gedaan. De middenconsole ook. Dan zitten die draaiknop, waar Jaguar volgens mij mee begonnen is, waarmee je de automatische versnellingsbak aanstuurt. Als je de auto start, komt hij omhoog, dan maakt hij een geluidje. Dat is dan weer jammer, dat had niet gehoeven. Dat is gewoon eigenlijk van binnen de engineering niet helemaal goed gedaan. Overigens, de achteruitwisser maakt ook geluid. Dat hoeft ook niet, dat is irritant, dat soort dingen. Dat moet goed zijn. Maar de afwerking is echt mooi, is goed gedaan. En een heel groot pluspunt van deze auto ten opzichte van eigenlijk als een soort van auto, of ze nou uit Europa komen, uit Japan of uit China, de iWays U5, de MG ZS, een soortgelijke elektrische SUV-achtige auto's uit Azië. Het grote voordeel van deze auto's ten opzichte van die is de uitrusting. Je kunt het zo gek niet bedenken of het zit erop en eraan. Ik zit op leren bekleding. Let wel, standaard hè. €37.995. Alles erop en eraan. Een 360 graden camera. Er komt een vrachtwagen, rijdt langs. Hij laat het eventjes weten. Bedankt, had ik zelf ook gezien.
Navigatiesysteem standaard. Ik vertel dat al, dat camerasysteem. Naar alle kanten kan die het zien. Hè? Dus als je ergens geparkeerd hebt en je weet nog ergens, dan stond er niet een paaltje of een kliko of zo. Dan druk je erop. Ah ja, daar staat hij. Rij je de andere kant op. Airconditioning, verwarmbare stoelen. Het kan niet op. Je ziet het tegenwoordig heel vaak hè, bij auto's. Dan hebben ze zo'n transparant dak. Deze ook. Maar deze schuif je ook open. En je kunt hem ook weer dicht doen. Dat doe ik niet. Want dan wordt het heel donker binnenin. Kortom, 38.000 euro en heel veel spulletjes. En dan zijn ze in overweging om een versie onder deze Series 3 ook in het leveringsprogramma te stoppen. Dat is dan ook een Series 3, maar met een ander uitrustingsniveau. Minder erop en eraan. En dan zo'n 3.000 euro voordeliger. Die komt dan uiteindelijk uit op 35.000 euro. Dat is beter, want 38.000 euro is te hoog. Is te veel, absoluut. Dus die zal beter geprijsd zijn. Het is alleen niet zeker of die versie komt. Want het is niet duidelijk hoeveel airbags daarin zitten. In Europa moet je daar aan voldoen. Aan een bepaalde hoeveelheid. In China is dat anders. En dus zou het kunnen zijn dat die kalere versie niet de juiste hoeveelheid airbags heeft. En dan komt die niet in Nederland, dan wel in Europa op de markt. Wat er niet in zit, en dat had er wel in moeten zitten, is een automatisch noodstop systeem. Redt er een kind over, dan waarschuwt hij door middel van wat akoestiek. Dat is fijn. Maar vrijwel alle nieuwe auto's die nu op de markt komen in Europa hebben een automatisch noodstop systeem. Je ziet het niet wat er gebeurt. De auto wel, bam, vol gas remmen en dan red je levens mee. Dat heeft deze auto niet. Dat is niet goed. Dit is ook wel weer grappig, hè? Een elektrische auto die creëert eigenlijk heel weinig warmte. Als je een auto met een benzinemotor hebt, zo'n 25-30% wordt omgezet in snelheid en de rest wordt eigenlijk omgezet in warmte, is verspil, dus een laag rendement. Een elektrische auto heeft dat niet. Heeft meteen ook een nadeel, want hoe krijg je het interieur comfortabel, geriefelijk? Het is namelijk in de winter niet lekker als het buiten 5 graden is en dat dan binnen ook is. Deze Chinees heeft een PTC-systeempje. En dat is wel grappig, dat is eigenlijk gewoon een potje met gele prut rechts voorin. En op het moment dat je die aanzet en je zet je kacheltje aan op 25 graden, hij verwarmt het perfect hoor. Dat is hartstikke heerlijk, comfortabel en dan staat dat potje daar te pruttelen. Ja, dat werkt, klaarblijkelijk. Gewoon goed. Ik noemde ze al, de iWays U5, de MG ZS. Dat zijn Chinese SUV's, elektrisch. Met een zeer matig laadsysteem aan boord. Die dingen die laden op DC, op snelladers op 100 maximaal. In de praktijk niet, halen ze niet. Ik was pas met die iWays onderweg en die haalde volgens mij een goede 70. Voor deze geeft de importeur op 50 kilowatt laden aan een DC-lader. Ik ben gaan zoeken en in China geven ze iets anders op, geven ze 100 op. Ik denk dat we in de praktijk ergens daartussenin moeten zitten. Dat is, nou, oké, niet, echt niet meer dan oké ook, hè. De gemiddelde Europese auto zit aan de 100 kilowatt laden op een DC-lader of inmiddels meer. Het is eigenlijk heel gemiddeld. Die zitten allemaal zo rond de 300 kilometer opgegeven door de fabrikant. In de winter 230 kilometer praktijk, rijbereik. In de zomer 250, 260. Het thuisladertje of de laadpaal langs de straat van de weg, waar je natuurlijk op je werk, waar je natuurlijk heel vaak terechtkomt, waar je vaak laat. Hè. Als je laat, laat je meestal daar. Die doen het in Europa voor Europese auto's op 11 kilowatt. Eigenlijk allemaal. Of je nou die PSA-producten neemt of de Volkswagen ID's, noem het maar op, het zijn allemaal 11. Drie fasen, inderdaad. Deze auto en die andere Chinese, die doen het op één fase, maximaal 6,6. Dan hebben we een 52 kilowattuur accu. Nou, reken maar uit, hè. Dan ben je zomaar een uurtje of 10, 11, 12 onderweg om hem te vullen. Want hij doet het in die hele looptijd van leeg naar vol, als die leeg is, doet hij het ook niet de hele tijd op 6,6. Hè? Aan het eind wordt het wat minder. En dat is niet voldoende. Tuurlijk, als je een mobiliteitsbehoefte hebt die heel beperkt is, als jij in een periferie van 20, 30 kilometer daar je leven afspeelt, dan kan het. Maar er zijn momenten dat je een keertje heen en weertje vanuit Groningen naar Amsterdam hebt. He, of dat je naar je oude tante in Zeeland moet of voor een klus naar Limburg, weet ik veel wat. Dan zit je met een uitdaging met deze auto's, want dan is parkeren is geen laden. Heb je 11 kilowatt laadvermogen, dan laad je met 2 uur parkeren 22 kilowatt. En dan kom je gewoon weer een heel eind mee. En bij deze auto laad je dan maar 12. En ja, dat is niet voldoende. Voor sommige mensen wel. Ik zeg het er direct weer bij. Hè. Voor sommige mensen wel. Maar er zijn situaties waarbij je
snellere laadtijden nodig hebt. Want anders sta je te pas en te onpas bij zo'n DC-lader. Tenzij je deze auto gewoon in een kringetje in de omgeving gebruikt. Maar het goede nieuws, bij Ceres hebben ze beloofd dat dit jaar de Ceres 3 leverbaar wordt met 3-fase laden. Dat betekent overigens niet dat de bestaande auto's, dus deze en de andere die de komende weken verkocht gaan worden en al verkocht zijn, dat die aangepast kunnen worden. Nee, dat niet. Maar de versies die later dit jaar op de markt komen, op een gegeven moment hebben ze 3-fase laden. Rijgedrag is gewoon voor elkaar. Het is allemaal gevoelloos, maar dat geldt voor heel veel auto's. En zeker elektrische auto's, steeds meer elektrische auto's, die hebben dat gevoelloze besturingssysteem. De stoelen zijn goed, die zijn ruim, maar die bieden niet zo heel veel zijdelingse steun. Maar dat is allemaal helemaal in de pas, in de maat met al die andere auto's, Aziatische auto's, elektrische auto's. Die koop je niet voor de rijbeleving, voor de lol. Die koop je om lekker van A naar B te gaan en het liefst zo voordelig mogelijk. Ja, 38.000 euro is een boel geld. Als je dan kijkt naar MG, die bieden een ZS aan voor 31.000 euro. Ze hebben er nog wat staan. Ik denk dat als je een goed gesprek houdt en een paar complimenten maakt over de koffie en het pak van de verkoper, dat er nog wel een duizendje of twee vanaf kan. 38 is te veel. Je koopt ook een Volkswagen ID.3 voor dat geld. Dan moet je aanstaan, Volkswagen of Duits of de vormgeving, dat kan allemaal. Maar wat je wel weet is dat je bij zo'n auto en ook bij de gekende andere elektrische auto's een dealernetwerk achter de hand hebt en een servicedienst. Nou zeg ik niet dat ze je hier tekort doen hoor, absoluut niet. Want er zitten een aantal goede ondernemers achter de importorganisatie van de Ceres. Bovendien, dit soort auto's heeft nooit wat. Kwalitatief voelt het goed aan. Er kan ook niet veel stuk. Maar het zou natuurlijk een keertje kunnen. En dan wil je wel ergens op terug kunnen vallen. Komen we terug bij de vraag. Hè? Een Chinese auto. Moet je dat nou wel of niet doen? Ja, hij heeft een paar nadelen. Dat is het laden. Hè? De laadcapaciteit. Daar stelt hij behoorlijk teleur, dan heeft hij geen servicenetwerk achter zich staan. Dan is ook een klein beetje de vraag, hoe gaat dat over 3 jaar? Hè? Ik ga ervan uit dat dit merk dan nog in Nederland leverbaar is. Ga ik vanuit. Wat vinden de Volkswagen, Peugeot en Ford dealers ervan? Als je over 1 jaar of 3, 4 met een Ceres daar aanklopt met de vraag, zou je hem willen inruilen? Dat zijn zo van die vragen waar ik geen antwoord op kan geven en dat kan eigenlijk niemand. Dat zal de tijd moeten uitwijzen. Wat spreekt voor deze auto is zijn uitrusting, zijn bouwkwaliteit en zijn interieurruimte. En dan mag je zelf de afweging maken. Wat is belangrijk voor jou? Nou, op basis van die afweging maak je ook een keuze of je deze auto wel of niet aanschaft of wel of niet zou aanschaffen. Kan ook, hè? Je kunt ook een keuze maken terwijl je het eigenlijk niet doet. En voor degene die zoiets hebben van, ah, die Chinese auto's, jongens, dat is eventjes en daar hebben we helemaal geen zin in. Nou, vergeet het maar. De auto's die er nu zijn uit China, ja, dat is deze maatstaf. De auto's die de komende jaren gaan komen, dat is van een heel ander kaliber. Die zijn innovatief, die kunnen heel veel autonoom, die hebben uitstekende laad- en rijcapaciteiten. Dus dat zijn de auto's die gaan concurreren met de gekende merken uit Europa. En ik durf de uitspraak aan dat als we 10 jaar verder zijn, dat de Chinese auto-industrie zeker zo'n groot marktaandeel heeft als dat de Japanse auto-industrie nu in Europa en in Nederland heeft. Je wil of niet, dat gaat echt gebeuren.